We zijn bij een pretpark en het is hier ondergelopen met water. Dat is niet heel fijn. Ik heb ook helemaal niet veel kogels, dus ik denk dat ik een probleem ga hebben. Maar ik zag niet zo'n busje hier voor de weg staan dat ik dingen kon pakken. Nou, we gaan hier in deze achtbaan klimmen. Mag ik in de achtbaan klimmen? Ja. Hallo. Hoe ga je dat doen met spatie of zo? Ja. Okay. Dat lukt wel. Oh, dat is echt vies. Het zit helemaal vol met water en beesten waarschijnlijk. Maar dit ziet er wel heel episch uit. Kijk dit dan. Mooie achtbaan. Nou, we lopen snel verder. En we moeten Richie vinden. Oh. Wat gebeurt er? Kijk weer over die flashpoints. Richie needs to work this shit out with Georgie. Well, he ain't got no fucking choice. Cause if he don't, we fucked like your mama on prom night. Oké, kom maar hierheen. Ja, en die andere moet even weglopen, hè. Niet kijken. Niet kijken. Hij kijkt wel. I'm being porn. Hij kijkt. Shit, hij heeft het gezien. Zijn wapen erbij. Suppressed almighty. Having a hard time getting the shot. Oh, eindelijk. Oké. Okay. Wat de hel is dit dan weer? Die is ook neergehaald. Ik kan met een sniper iedereen neer gaan halen misschien. Ja, dat ga ik doen. Hoef ik dat straks niet meer te doen. Wat? Waar zijn ze? Ik zie ze niet. Oké, ik moet V indrukken misschien. Daar. Zo, die is ook dood. Maakt die sniper een raar geluid. Oké, Richie zit daar. Maar dit klinkt echt als een gekkenhuis hier. Wel vet. Oké, we lopen verder met zonder die shotgun is misschien wel handig, maar is niet nodig. Okay, naar beneden. Er zit verder niemand, toch? Ik weet het niet. Wat een creepy park is dit. Waar zitten ze? Daar loopt er een. Ja, daar zo. Oh, daar loopt er ook een. Nee, die is dood. Uh-oh. Die is dood. En die nog? Die is ook dood. Oh, hij zet zichzelf in de fik. Nice. En nu moet ik verder gaan. Ik heb niet veel kogels meer. Hij heeft wel kogels. Nice. Dankjewel. Hier ligt er ook nog. Ga zitten. Dombo. Zitten. Oké, dat geld is niet zo belangrijk, maar leven is belangrijker. Daar zit er eentje. Kijk daar zo. Kom maar, tevoorschijn! Ja. Die is dood. Let's go, dankjewel voor dat geld. En we gaan nu... Ja, we gaan gewoon richting Richie nu. Maar... Wat is het voor geluid? Dit is creepy. Oké, die is dood. Iedereen gaat dood. Nou, ik kan verder. Weer een stapje dichter bij Richie. Maar mijn kogels... Oh, daar gaat het nog goed mee. Nice. We lopen verder. Wat hoor ik? Ik hoorde iets of iemand lachen. Hier zit niks. Even kijken. Gewoon verder lopen. Is dit... Dit is bijna een horror spel of zo. Oké, ik ga even die pilletjes pakken daar. Voor het geval dat het moeilijk wordt. En gaan. We gaan wel even. Oh nee, niet rennen.
Hier in de wachtrij zitten weer mensen. Hoe zal ik deze af gaan maken? Ik ga ze wel neerschieten. Ik wil ze allebei tegelijk neerschieten, dat ga ik zo doen. Zo, yes! Dood, dood, dood! Yes, ze zijn dood. Oké. Ik moet even gebeld, dus ik moet even weg. We kunnen verder gaan, maar er wordt nu volop op mij geschoten natuurlijk. Oh! Het zit hier vol met mensen. Ik had dit niet zo op deze manier moeten doen. Maar maakt niet uit. Ik maak ze wel af. Wow, ze zit overal. Dood. Dood. En geef me je wapen. Dan heb ik weer wat meer kogels. Ik ga er gewoon voor. Wapen. Zo. Ah shit, ik miste hem helemaal. Oh, nog eentje. Dood. En nu jij nog. Hey, ik kan hem niet raken. Wat is dat nou? Oh, nu wel. Oké. Volgens mij is zo'n beetje iedereen dood. Ik sta hier bij de botsauto's. Hij had een mooi wapentje ergens. Nou ja. We kunnen verder lopen. Volgens mij. Hierdoor. Ja. Naar de exit. Naar de uitgang. Echt een doolhof dit, zeg. Wel een leuk pretparkje, maar ook wel creepy. Oh, daar zitten ze allemaal. Kom! Zal ik weer gaan schieten? Nee, dit is gewoon een apart stuk. Dus ik ga dit anders aanpakken. Kom maar. 1 voor 1. Alsjeblieft. Moet ik me echt weer gaan schieten? Nee, ze gaan 1 voor 1. Oké, ze scheiden hun wegen. Nu ga ik je afmaken. Bam! Oké. Die ging lekker. En waar is je vriend? Daar is je vriend. Hier. Oké. Dat heb ik nog redelijk stil gedaan. Welke kant moet ik op? Dat maakt niet veel uit, denk ik. Ik moet gewoon richting daar. Komt er eentje naar hier. Huh? Ja, eentje maar, hoop ik. Shit, er loopt er ook één. What are we dealing with? Oh, shit, ik ben gespot. Hey, motherfucker! Georgie send you? Oh, aan de andere kant word ik beschoten. Waar dan? Oh, daar is een sniper of zo. Volgens mij wel, maar ik kan hem niet raken. Heb ik hem wel geraakt? Volgens mij wel, maar... Nog een keer raken. Zo. Nu is hij denk ik wel dood. Oké, nu kan ik dus weer niet... stille... Dit is vet creepy. Hello from the other side. Ze weten niet waar ik zit. Ik ga verder lopen. Ja, we kunnen gewoon verder lopen. Oh, hallo. Hallo. Oh jee. Te veel mensen. Achter me zeker ook nog dadelijk. Ja, ik zie er achter me ook nog lopen. Ja, die heb ik dus niet vermoord. Oh shit. Hallo. Heeft hij ook weer zichzelf in de fik? Oké, hebben we nog kogels? Ik heb nog genoeg kogels. We gaan ook maar verder rushen. Hier binnen zit hij dus ergens. Kom op, zitten. Ja, hè. Ik ben dood. Okay. Die heel was even nodig. Zonde, maar goed. We zijn nu bij de eindbaas in de buurt. Zitten. Ja, nice. Oké. Wat is dit voor attractie? Even kijken. Oké. Dit is een hele enge attractie, denk ik. Volgens mij een horrorhuis. Waar zit hij nou? Daar. Dood. Oh, man. Dit is best wel creepy. It all began in a
Ik hoop niet dat ik ga schrikken hoor. Dat een keer een mannetje om de hoek komt. Oh, wat is dit dan weer? Er zit hier niemand. Het is hier best rustig. Oké, dan moet ik weer hier. Wow! Wat de hel? Ja! Al deze dingen, wel een leuke attractie. Oh. Daar zijn ze weer. En nog dood. Dat moest even duren. Nou, we kunnen verder. Ik zie bijna niks hier. Het is heel mistig. Heel mistig. Wel heel erg leuk gemaakt dit. Oh. Kom maar. Ik ga aan het schieten. Ja, het heeft geen nut om het stil aan te doen. Ik dacht dat we er bijna waren. En blijkbaar nog niet. Oké, we zijn er wel bijna. Hier is het. Hier binnen. Ik kan ze hierheen fluiten, denk ik. Kom maar. Of ik kan zo'n ding gooien. Oh shit. Ik gooi gewoon afleiding dingetjes. Oh. Maar ik kan toch ook bommen gooien? Oké, hij komt hierheen volgens mij. Kom maar. Beetje doorlopen. Ja, en ik kan... Oh, ik word beschoten. Oh, shit. Ze wisten dat ik hier zat. Hoe wist je dat? Geen idee hoe hij dat wist, maar dat waren ze. Als het goed is, zitten ze hier ergens. Oh, daar zit er iemand te schieten. Daarboven. Daar. Hallo? Oh shit. Oh shit. Ik zie ze bijna niet. Jullie wel? Come on! Don't you... Ah, man! Waarom moet je nou weer doodgaan? Oh no. Ik ga super snel dood. Je gaat echt snel dood in deze game. Maar dan gaan we het gewoon nog een keertje doen. En nu ietsje slimmer. Ietsje stiller misschien ook. Lijkt me ook wel verstandig. Maar... Ja, doe maar wel. Okay. Eentje die komt er nu naar me toe. En we gaan je afmaken. Nu zie je me niet. Ja, hè. Net zag je me wel. En de volgende. Die zit een stukje verderop. Oh. Shit, hij heeft me al gezien. No, heel het idee is al verpest. Waar zit hij? Ik kan beter dit gaan gebruiken nu, denk ik. Ze zitten allemaal daar een beetje te schieten. En jij? Zit daar. Dood. En er komt er nog eentje aan. Die wordt ook dood. Oh. Zo. En waar zit de rest? Oh, daar zit er weer eentje te schieten. Daarboven. Die had ik net al. Daar zit er eentje. Had ik hem? Ja, ik had hem. Daar weer eentje aan. Alsjeblieft. Komt tevoorschijn. Ja. Yo! King alert! King alert! King alert! Dood! Hij gaat niet dood. Hij is nog steeds niet dood. Oh. Oké, okay, hij is dood. Met mijn pistool. Ik heb verder niet veel meer. Wie hebben we verder nog meer? Alleen daar, die man. Met zijn rotwapen. Okay. Oké, ik zit nou onder die man. Nu moet ik hem kunnen raken. Zo, die is dood. Ik ben er. Ik ben bij hem. Maar ik moet hier onderdoor, denk ik. Wow, ik schrok van mijn eigen schaduw. Dan hoop ik dat ik erin kan komen. Ik heb alleen nog maar een pistooltje. Dus dat is niet veel.
Maar we zijn er wel. Eindelijk. En we gaan hem vermoorden. Oh. Nee, weer zo'n eindbaas. Dat is dit. Hij is dood. En nu hem nog. Maar die is wat moeilijker te vermoorden, denk ik. Shit, hij zit daar vast. Ik kan misschien... Dit is afleiding, nou ja. Dat gooien, daar heb ik ook niet veel aan. Wat zijn dat voor geluiden? Dood! Oh. Oké, okay. Ik heb weer wat kogels, zie ik, in dat andere wapen. Dat is misschien wat fijner. Waar schiet hij op? Ja. Oké, hoeveel health zal hij nog hebben? Ik moet hem... Hij heeft pijn. Ik kan hem pakken. Pak hem. Hallo meneer. You need to run this through, boy. You think you can come in here and steal my heroin without nobody noticing? I'm not here to steal your heroin, Richie. I'm here to make you pay for what you did to Sammy and Ellis Robinson. I didn't have nothing to do with it! I watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. God damn it! None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. What was I supposed to do, say no? Either that or make sure that I was dead. Oh, no. No, please. Please. Listen. Just decent thing would be to let a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up. No, please! When I saw Richie Doucette hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. You mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him. Nou, we pakken weer een auto. Waar ben ik? Oh, ik ben nog steeds in het pretpark. Hoppakee. We moeten wel zelf in de bovenloop. Oh, sorry. Dat was mijn bedoeling. Niet. Ze zit hier boven waarschijnlijk weer in haar kamertje. Moet ik nou weer op de bank gaan wachten? Nee. Doucette's dead. The hollow's yours. They say you strung him up on the old Ferris wheel. He killed Ellis. Shit all over the people in this neighborhood. Doucette got what he deserved. The righteous will rejoice when he sees the vengeance. He will bathe his feet in the blood of the wicked. That goes both ways, you know. I thought you said all that was behind us. My men are struggling with the notion that we now have to answer to the same men who killed Baca, who wiped out half our number. If I was them, I'd get over it. We don't have time to go around coddling people. Of course not. But gestures carry weight. And if you were to help my man Emmanuel, that's a gesture that would go a long way in calming nerves. What's he need? He oversees my reefer operation over at the boathouse. Help him, and I'll see to it you get a potion of the profits. Just so we're clear, I'm expecting a cut of everything, not just what comes from selling weed. It's gonna cost a lot of money to take down Marcano. Don't worry. I'll make sure you get your money. We zijn hier
op locatie bij Donovan weer. We moeten weer gaan praten met deze man. Oh man, altijd praten met jou is het enige wat je kan. Praten, praten, praten. Nou, hallo meneer, we zijn er weer. Hallo. Come on. Problems? This goddamn thing keeps jamming up. If you're ready to see the other briefings, we can get started. Show me what else you managed to dig up. You got it. Two of the city's finest scumbags. Now let's go. Eindelijk, we kunnen weer wat gaan doen. Even kijken. Pretty lively for a dead guy. Wat zegt hij nou? Noemt hij mij nou een dode man? Dat ik er goed uitzie voor een dode man? Ik ben niet dood hoor. Nou, ik neem een bakkie en we gaan weer lekker een kilometertje rijden. Gelukkig was het op een redelijk rechte weg, dus dat viel nog wel mee. Wat was dat? Oké, daar ging een hele hoop tijd doorheen. Dat was een hele tijdflits. Het moest donker worden blijkbaar. Goed, het is donker. Kom jij meneer? Oh, hij komt. Oh oh. Straks zien meerdere mensen mij. Hierheen. Oh oh. Jesus Christ! Dood! Wat? Hij ging hem niet dood. Ik raakte hem zo vaak. Oh man. Ik moet dat wapentje oprapen. Wanneer raak ik die man eens? Hij is echt een rotventje, hè? Echt een rotventje. Kom nog een keer tevoorschijn. Oh nee, er staan met heel veel man daar. Ik heb geen extra levens. Maar hij is wel dood. En wapentje opgepakt. En... Hoppakee. Kan ik hier naar binnen? Dit kan ik niet. Nou, maakt niet uit. We gaan gewoon richting Vito. Ik weet niet waar hij is, maar hij zal heel ergens zitten. Laten we gewoon... Son of a bitch is going down! Waar zit hij? Oh, hallo. Wow, wapentje. Dankjewel. Hallo? Iemand hier? Niemand hier? Waar zit die Vito van jullie? Ik hoor mensen lopen. Daar. Oh, achter een muurtje. Okay. Daar zit er weer eentje. Dood. En zit er hier nog eentje. Ergens. Oh, hallo. Wow. Oh mijn god. Die kwam in één keer van een vreemde plaats.